Reuze bedankt voor het gezellige uitje, meneer Stiefbeen. Geen dank, mevrouw Edema. Goed dan, meneer Stiefbeen. Ja, wat mij betreft, hou er nou op met dat mevrouw en meneer. Ik heet Toon. Ik vind het best, hoor, Toon. Toon, ja. Ja. Hoe heet jij van voren? Pardon? Nou ja, ik bedoel van voren, ik bedoel je voornaam. Oh, Thea. Oh, Thea. Leuke naam, hè, Thea. Ja, eigenlijk wist ik het al, maar ik wist niet of je het goed zou vinden. Natuurlijk. Vroeg of laat komt het er immers toch van. Ja. Zeg, heb je je zoon al verteld van... heb je het er al over gehad met hem? Nee, nog niet. Nee. Maar ik vertel het hem wel. Hij zal het best vinden, hoor. Ja? Ja, hij vindt het schitterend. Ja. Ik hoop het. Nee, maar daar hoef jij je niet ongerust over te maken. Ik ken die jongen van binnen en van buiten. Hij zal het prachtig vinden, hoor. Echt waar. Nee. Wat dat betreft zit het wel goed, hoor. Ja. Leuke film was het wel, hè? Ja, leuke film. Ja, zeg. Maar jij hebt toch niet je oogjes bedorven, hè? Op die twee draaiende bios. Wel, nee, joh. Ik vond het fijn. Nou, fijn. Nou, dan... moest ik maar eens naar binnen gaan, hè? Bedankt, hoor, dat je me hebt thuisgebracht. Ach, van nu af aan moet ik toch een beetje voor je zorgen, nietwaar? Ja. Nou, altruste dan maar, hè? Altruste. Zeg, je kan het toch wel vinden in je eentje, hè? Oh. Ik bedoel, zo met de dinges. Dat zal best lukken, ja, hoor. Nee, maar ik bedoel, het is nogal donker. Daarom, ja, zou het lukken. Ach, joh, met het autootje ben ik in 5 minuten. En ja. Het is wel een oud beestje, maar dat loopt nog als een kiefje. Ja, net als wij, hè. Ja. Nou ja, dan... dan moet ik maar eens afscheid van je nemen, hè. Ja. Wat er is, Thea... Dat is de tel. Dat is de... En tot morgen, hè? Goed, ik kom je halen met het wagentje. Dan rijden we nog een eindje rond buiten de stad. Oh, dat is fijn, hè? Ja? Dat is leuk, ja, dat doen we. Ja. Die keer... Goeienacht dan maar, hè? Goeienacht, tel. Ja. Goeienacht dan maar, hè? Nacht dan. Nacht. Zeg, hoor eens even. Neem jij nou dat doosje bonbons bij, hè? Nee. Voor onderweg. Nee, eet je hoor. Die snoepjes lekker op in de wagen. Hou jij ze maar, ik weet best hoe dol je erop bent. Ja? Tot morgen, Tom. Dag, Thea. Dag, Tom. Dag. Nou. Dag. Waar voor het onder heb jij gezeten? Dag jongen, ik wist niet dat jij thuis was. Waarom dacht jij dat ik niet thuis zou zijn? Kijk eens, ik ben al uren thuis.
Ja? Weet jij niet hoe laat het is? Ja. 9:30. Zo laat al? Ja, zo laat al. Zit hier de hele avond te wachten op een hap vreten. Waar ben jij zo voor opgedoft? Nou, ik ben een straatje om geweest. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Maar waar heb je gezeten, hè? Ja. Kom ik thuis, gewoon, net als iedere avond. Geen vader, geen eten. Ik ongerust, ga overal zoeken, nietwaar? Buiten, op die binnenplaats, al die stapels rommel heb ik omgekeerd. Dacht dat er zo'n stapel over jij gevallen was. Ik was net van plan om naar het politiebureau te gaan om te vragen of ze je soms had opgesloten. Ik wou naar het ziekenhuis toe gaan. Ik had net willen gaan zeggen dat ze moesten gaan dreggen in de gracht. Laat er toch een briefje achter als je ergens naartoe gaat. Je moet maar raaien waar je zet. Waar zat je? De bioscoop. Wat? In de bioscoop. In de bioscoop? Ja. De bioscoop? Nee. Ja, dat is toch een toppunt, nietwaar? Ik krijg geen eten. Want mijn oude heer moest zijn donut in de bioscoop. Ik de hele dag zweten en zwoegen op die kar voor ons dagelijks brood. Ik kan vergaan van de honger, want mijn vader moest zijn donut naar de bioscoop. Kijk, ik verlang niet meer van je dat jij een heel klein hapje eten van mij s'avonds klaarmaakt. Meer niet. Dat is er niet te veel gevraagd, wel? Wat jij er dan? Zoiets, ja. Klein hapje zou er wel in willen na een dag van hard werken. Hè? Van vanmorgen 7:00 af. 100 keer die kar op en neer. Bij iedere straathoek die knol de hoek om duwen. Na zo'n dag verlang ik al lichter een klein hapje eten, ja. Nou, goed. Ik zal een blikje voor je openmaken. Een blikje? Ja. Heb je niks anders in huis? Iets warms? Nee, ik ben weg geweest. Een blikje? Ja. Ja, maar jij denkt toch niet dat ik op een blikje kan leven, wel? En dan verder geen grapjes meer. Ik ben een hardwerkende arbeider. Ik heb recht op een stevige burgermanspot. Ja, maar jij bent al uren thuis, want jij het best wat voor jezelf klaar kunnen maken. Nee, ik heb de hele avond naar jou lopen zoeken. Nou, ik zat in de bioscoop en zo vaak ga ik niet weg. Nou, Wim. Waar ga je nou weer naartoe? Ik ga een paar porties patat halen. Oh, nee, laat maar, hoor. Zou wel naar de Chinees gaan om een kommetje witte rijst te verschalken. Laten we vooral geen moeite voor elkaar gaan doen, zeg. Toch om is niks aan de hand. Paard heeft de vreten gehad. De goudvis hebben de vreten gekregen. Jij zelf zal het een en ander gesmikkeld hebben. Alleen ik hier, hè. Ik prul de wanger. Ik vergaan van de honger. Ik kan hier gaan zitten wachten tot er iemand eens een keer op het onzalige idee zal komen dat een klein voedzaam hapje er wel in zal willen. Dan moet je niet doen of ik elke avond de hoort op ga. Ja, wat op elke avond? Ja. Jij bent heel hard op weg om een oud, smerig, vies luilachie te worden, weet je dat? Ja. Zo zit de zaak. Hier, moet je snoepie? Ik moet geen snoepjes. Wie denk je dat ik ben? Lolita soms? Ik wil een werkmanspot. Ik wil eten. Een gewone werkmanspot, begrijp je? Ja, wat mankeert jou nou toch, hè? Zeg, heb je nou helemaal geen gevoel meer in je lichaam? Ben je werkelijk aan het krankzinnig worden? Waar zitten nou je hersens? Wat bedoel je? Wat ik bedoel? Ja. Kijk, als jij de hele dag hard moest werken, hè? En ik zou hier thuis zijn. Dan zou ik tegen mezelf zeggen, Dirk, jongen, zorg dat hij een flinke warme pot in zijn kraag gestopt krijgt, nietwaar? Zorg dat hij het hier naar zijn zin heeft, anders loop je het risico dat hij zijn kont tegen de krippen gooit en dan ben je nog verder van huis, nietwaar? Ik had gezorgd dat er warm maal en droge kleren voor je klaar lagen. Zo zou ik het doen. Ja, nou je werkt niet alleen in het belang van mij, je werkt ook in je eigen belang. Oh ja? Ja. Nou, het zou een slok om een borrel schelen als ik jou niet meer te verzorgen had, hoor. Weet je dat? Met een lange blok op mijn been. Ik had een bloeiend gezin, een liefhebbend gezin en een uitstekende firma kunnen bezitten als ik jou niet te verzorgen had gehad. Dat zal ik je niet afstrijden. Dus je geraaien ook? Heb je al jaren in de weg gestaan? Hoe is dat, precies. Al jaren? Precies. Het is ook een hele opgave voor zo'n kwieke jonge man als jij. Om altijd opgescheept te zitten met zo'n oude vader als ik. Ik begin toch geloven dat ik te veel van je heb geëist. Ik heb een schaduw geworpen op jouw leven. Ik had je moeten laten genieten van de geneugde der jeugd. Niet? Lief meisje zoeken. Verliefd. Verloofd. Ja, goed, en wat er dan meer op volgt. Nou ja, voor jou zal het nou bepaald ook geen lolletje zijn geweest. Nee, ik zou er wel een hele ontaarde zoon zijn geweest als ik jou in de steek had gelaten.
Ja, af en toe dan zit je me tot hier, hè. Ja, alla, alla, alla. Je moet alleen niet zo'n grote waffel tegen me opzetten, dan gaat het wel. Nee, Dirk. Nee, Dirk, dat is het niet. Jij bent niet in de wieg gelegd voor kindermeisje, voor je vader. Jij moet zelfstandigheid hebben, net als ieder ander. Ja, dat zal wel. Ja, de zaken liggen nou eenmaal zo, er is niks aan te veranderen. Het heeft geen zin om er nog langer over te praten. Ja, ik had er juist veranderingen willen brengen. Hoe bedoel je? Nou, kijk, Dirk, jij weet waar ik vanavond geweest ben, hè? Ja, in de bioscoop. Ja, maar ik was dan met iemand anders. Nou, dat is toch prachtig? He? Ik heb toch altijd al tegen je gezegd dat je eens een keer een kameraad voor je eigen leeftijd moet gaan opzoeken? Ja, nee, maar dit was meer een vrouw. Ook al goed. Nee, dan moet je eens even goed naar me luisteren. Ja, dat doe ik, ouwe. Ik luister naar je. Je bent naar de bioscoop geweest met een aardig vrouwtje. Je hebt je kostelijk geamuseerd. Je hebt vergeten dat Dirk ook nog een hapje moest eten. Nou ja, goed, hebben we het nou lang en breed over gehad. Hebben we ruzie over gehad. Zand erover, het is afgelopen. Nee, niet zand erover. Het is niet afgelopen, Dirk. Dat is het hem nou juist. Ik dacht erover om weer te gaan trouwen. Ja, ik wist wel dat jij het fijn zou vinden om weer een moedertje te hebben. En het is een hele leuke vrouw, Dirk. Ze zal best bij je in de smaak vallen, hoor. Je had me voor de gek. Nee, eerlijk niet, Dirk. Eerlijk niet. We gaan het trouwen. Ik bedoel, ik heb er vanavond een aanzoek gedaan. En ze heeft ja gezegd, we gaan trouwen. Ja, dat spijt me, vader, maar dat kan niet doorgaan, hoor. Daar komt niks van in. Trouwen? Jij, op jouw leeftijd? Ah, toen als zeg. Het is ja. Zonder dat ik het zeg. Dirk, mijn jongen. Ja, ik kan me voorstellen dat het je een beetje overvalt. Hè? Dat je er een beetje beduust van bent. Dat kan je vader inkomen, maar ik heb al een tijdje kennis aan erin. Nou, stel je niet zo aan, zeg. Je bent 64 jaar, waar moet jij dan nog vertrouwen? Ik ben lol. Ja. De mensen zullen je uitlachen. Om nog wat te zwijgen van het geklet. Ja, dat laat me koud. Ik ga met de trouwen en daar ben je uit. Zo. Ja. En hoe lang duurt die idylle al? Nou, dan heb jij tenminste ook de vrije hand, Dirk. He? Dan kan je doen en laten wat je wil. Dat heb jij dan toch ook altijd gewild? He? Ik vraag hoe lang die idylle al duurt. En hoe weet jij wat ik altijd heb gewild? Ik wil het helemaal niet. En hoe lang speel je dat spelletje al? Waarom weet ik al die tijd nog van niks? Nou, ik heb het je toch verteld. Ja, nou, het is een beetje laat. Vind je ook niet? Hé? Een toestand, zeg. Komt die plomp verloren binnenvallen, geen eten. Zeg nog dat hij gaat trouwen ook. Nou, ik dacht er jou een lol mee te doen. Nou, doe me vooral een lol, zeg. Wat is het voor een oude taart? Wil jij Thea geen oude taart noemen? Thea? Nou, als ze met jou wil trouwen, dan moet het wel een oude taart zijn, zeg. Ja, en wil je niet op die manier over je vader spreken? Ja, moet ik dan zeggen. Geef het tenminste een kans. Je hebt er nog nooit van je leven gezien. En ik wilde niet zien ook. Ja. Staat het, is hier nog niet eens in huis en het boort mijn etel door mijn neus. Maar het moet er wel niet gaan worden als hij helemaal is ingetrouwd. Ja, maar hoe nou is beste jongen? Ja, hou hem maar op met je beste jongen, hè. Dat schat het al wekenlang achter mijn rug met een verdacht vrouwspersoon. Ik mag er niks van weten. Ja, maar er was ook helemaal niks om te weten, nee. Dirk. Niks ernstigs tenminste. Nou ja, toen we een week of drie geleden merkten dat we... Dat we verliefd op elkaar waren. Zo eng van te worden, weet je dat? Hm? Verliefd op zijn 64ste. Man, je staat er daar als een ventje van 14. Nou, ik wist niet dat er een leeftijd was voorgeschreven waarop men verliefd mag worden. Walgelijk vind ik. Ik word hier lichamelijk onpasselijk van, hoor. Dat spijt me. Hoe oud is die griet? Oh. Thea is geen griet. Ze is 55 jaar... Weduwe, net als ik. 55? Ja. Nou ja, dat was ontzettend ook, hè? 55? Ah, vader. Gebruik nu even je verstand. Wees er eventjes redelijk, ouwe. 55. Die is op zoek naar iemand die er een gezellige oude dag kan bezorgen. Voor haar is het de laatste kans. Ja, en als er dan zo'n oude bok als jij tegen het lijf loopt, neemt ze die al licht even te grazen. Nou, ja, maar ze houdt van me. Ach, vader is toch helemaal geen sprake van houden van. Wel, nee, die wil een zekerheidje voor later...
Zo'n kereltje als jij, iemand die niet al te dun in een slappe was zit, op pensioentje, eigen zaakje, lekker inkommetje, begrijp je wel. Eentje die je niet al te lang meer maakt. Kijk eens, daar profiteert zij van mee, begrijp je wel. Ja. Dat willen die wijvenvader die mij zijn ook kennen, alsjeblieft. Ja, maar wat heb ik nou voor kapitaal, Dirk? Goed. Ze zit er zelf goed in. Ze heeft een prachtige snoepwinkeltje. En ze verkoopt kranten en sigaretten. Nou ja, ze zit al lekker dichtbij, oh, hoor. Is nog erger, ouwe. Nog erger. Wijven met centen. Oh nee, dat wordt onder de plak zitten, hoor. Dat is geen leven. Hondenleven. Ik ken dat toch, ouwe. Zij heeft de centen en jij hebt niks anders in te brengen dan lege briefjes. Dat wordt zwaar onder de pantoffel zitten. Toon, doen eens eventjes dit. Toon, doen eens eventjes dat. Toon, laat eens eventjes een hondje uit. En gaat vooral niet in het café zitten, Toon. Ik ken het, ouwe. Je hoeft het me echt niet tegen te maken, Dirk. Ik trouw met haar. Dus het staat vast. Nou, als een huis. Ja. Nou, ik begrijp het. Dan is er dus niks meer te redden, hè? Nee. En wanneer is het feest? Nou, over een paar weken al. Wat een haast. Nou ja, op mijn leeftijd stel je die dingen niet graag meer uit. Ja, waarom eigenlijk niet? Nou, nu heb ik mij het ook eigenlijk schelen. Staat het toch allemaal vast als een huis. Je deed alleen maar alsof toen je mij ervan in kennis stelde, toen je me vroeg wat ik ervan vond. Gewoon, voor de vorm. Nee. Je moest toch weten van hoe of wat. Ah, wat aardig feest, hè. Ja, en dan is er nog wat, Dirk. Zwolsman, hè, van de landbank, die heeft 30.000 gebouwen voor dit huis. Nou, dan gooit hij tegen de grond en dan zet hij er een hotel neer. Hè? Nou, ik heb voorlopig ja gezegd. Jij vergooit zomaar de hele firma? Ja, begrijp me goed, Dirk. Voor mij alleen is het toch te zwaar. En nou jij mij niet meer tot last hebt, dan kan je dingen gaan doen die je altijd hebt gewild, niet? Op reis gaan en voor jezelf beginnen. Je kan echt alles doen. Ja, natuurlijk, alleen. Ja, jij hebt helemaal nou geen hinderpalen meer. Nee. Nee, ik begin het te begrijpen, hoor. Ja, nou en je stiefmoeder en ik, die gaan stil blijven. Leuk huisje in Gelderland. Dan gaan we een rustige oude dag beleven met z'n tweetjes. Ja. Nou, is fijn voor je, hè? Ja, je begrijpt natuurlijk wel niet hals over kop, hoor. Wel, nee. Je hebt alle tijd om je op de nieuwe toestand voor te bereiden, hè? Hoe voorbereiden? Nou, dat je onderdak zoekt ergens, hè? Ik word de deur uitgezet. Nou. Oh, maar nou begrijp ik het. Nou. Al die jaren was ik goed genoeg om voor je te zorgen. En nou heb je me niet meer nodig. Nou wil je me kwijt? Nee, Dirk. Ik wil jou helemaal niet kwijt. Maar je kan hier toch niet blijven als wij je met z'n tweetjes blijven wonen, jongen. Hé? Nou ja, dit is nou een prachtige gelegenheid om nou eens te zoeken naar zo'n keurige vrijgezellenflat. Hé? Dat heb je toch altijd gewild? En dan kan zij hier komen wonen, ja? Ja, natuurlijk. Nou ja, een poosie, hè? Doordat we naar Gelderland vertrekken en dat we de zaken helemaal geregeld hebben. Begrijp je wel? Zij komt hier niet over de vloer. Waarom niet? Wat denk je? Jij? Huh? En het mens? Hier? Aan mijn moeders tafel? Nee, dat gaat met de ver, ouwe. Begrijp helemaal niet wat jij bedoelt. Kijk eens eventjes. Dat jij weer opnieuw wil gaan trouwen, dan moet je voor jezelf weten. Daar heb ik helemaal niks mee te maken, begrijp je wel? Huh? Maar ik hou tegen dat jij hier een vreemd wijf over de vloer brengt. Ja. Ik steek nog liever het huis in brand. Dit is het huis van mijn moeder, begrijp je wel? Heb jij er helemaal geen pietiteit meer? Ja hoor, Dirk. Jouw moeder is al 30 jaar dood. Dan moet je niet doen of ze vorige week begraven is. Luister eens eventjes, dat jij de nagedachtenis van je vrouw wil bezwatteren, dat gaat bijna niks aan, hoor. Nee. Maar ik hou haar in ere. Zij was mijn moeder, begrijp je wel? Wat denk jij dat het door mijn lichaam heen zal gaan wanneer ik een vreemde wijf hier brood zie snijden met het broodmes van wat bloed eigen moeder? Oh, overdrijf niet. Er zijn zoveel mensen die voor de tweede of de derde keer trouwen. De man van Weile, mijn moeder niet. Aga kan. Ja, weet je wat jij zoekt? Jij zoekt narigheid. Narigheid, ja. Omdat je jaloers bent. Dat er geen meisje is dat jou wil hebben. Jij weet donders goed dat je vader in zijn recht staat. In zijn volste recht. Daar gaat het helemaal niet om. Als jij jezelf wil belachelijk maken, dan ga je gang maar, hoor. Laat mij koud en laat hem gewoon je gang gaan. Als jij maar weet wanneer jij in de toekomst met je nieuwe vlam hier in het schemerdonker zit te keren en te handje vrijen, dan zal moeders portret
Vandaar ergens op je neerkijken. Ah, praat toch geen waanzin. Toen je moeder nog leefde hebben we afgesproken dat als één van ons twee je ontijdig kwam te overlijden, dat hij het recht had om weer te trouwen. Dat zou mijn moeder nooit gedaan hebben. Die was niet met andere kerels over de vloer gekomen. Oh nee, nee. Hoe weet jij dat? Breek mij de bek niet open. Hey. Pas op hoor. Hey. Die vader is weer gepraat terug. Nee, nou los voor mijn zonnen zo goed. Vraag excuus. Nooit. Wat weet jij ervan? Wat weet jij ervan? Wat ze gedaan hebben dat ik onder de wapenen was. Hou je op, of niet? Ja, maar zoiets het dan toch maar, hè? Ja, ik zat aan het front. Aan het voor front. Koningin, voor vaderland. Hé, ja, tot aan mijn strot in de modder. Was je maar weggezakt. Oh, nee. Tot aan mijn strot voor de vrijheid van het volk. Weet je dat? En toen kwamen ze, hoor, de brieven van de buren, dat ze zich misdroegen. Nog één keer, ouwe, hou je op! Toch is het zo. Ken jij, heb jij gehoord van de huzaren van Sietjeman? Ja. Goed, die waren hier in de stad gelegerd, hè? En zij en die huzaren maar lachen tegen elkaar in onduidzame woorden roepen, hè? Ja, ja, en met ze dansen bij het pyramid. Dat lieg je. Hey, alles terug. Oh, nee. Hier, vraag excuus. Hier, laat kijken het portret van je moeder, van je vrouw, en vraag excuus. Dat is je moeder niet, dat is je tante. Is dat trouw? Ja. Een beetje verontschuldiging dan? Nee, nooit, laat los. Wat? Vraag excuus. Nee, excuus. En neem me niet kwalijk. Dat ik. Zulke smeerlapperij heb uitgeslagen. Smeerlapperij heb uitgeslagen, ja. Au. En dat ik nooit van je leven dat vreemde mensen over de vloer zal brengen? Ja, nooit. Kom maar. Au. Ik krijg er wel een knulletje. En dat jij als een liefhebbende vader voor je lieve zoon Dirk zal zorgen en altijd maakt dat eten voor hem klaarstaat wanneer hij naar een dag van hard werken s'avonds thuis komt. Ja, maar ja, ik zal het doen, ja. Au. Ah, nou is het mijn beurt, hè? Ja, Dirk, nou zijn de bordjes vracht. Ja, ouwe. En jij zal doen en laten wat ik zeg, hè? Ja, al die afgeperste beloften, die gelden helemaal niet meer, hè, Dirk? Ja, zeker. Ik ga trouwen met die vrouw niet te maken, hè, Dirk? Ja, dat doe ik! Waar werd op rechter trouwen tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloen aaneen gesmeed. Nou, ik bedank er hartelijk voor om met jou opgescheept te blijven zitten. Weet je dat? Ik ga trouwen met Thea Hiedema. Of je nou hoog of dat je nou laag springt. En die sabel, die hou ik voorlopig maar bij me. Zo. Onder mijn hoofdkussen. Zo. Ja, je mocht weer eens een bevlieging krijgen. Jij doet maar hoor. Ik heb mijn zegje gezegd. Je vecht hem al met je eigen geweten uit voortaan. Ja. Wel te rusten. Wel te rusten. Doe je gebit uit je mond. Vannacht was je er weer bij neergestikt. Hey, jongen. Hoi. Kijk eens, je lievelingskorsie. Koelas, en doppertjes en rijst. Ja, van rijst hoor. Nou, ja? Het ruikt prima. We gaan je te leren. Ja. Zo, dat ziet er goed uit. Ja. Zie je wel, dat is nou toch eventjes een ander thuiskomen dan altijd met zo'n ruzie met zo'n morsige oude vieze man. Ja. Lekker zeg. Zo. En wel lekker veel. Nou, dankjewel, ouwe. Ja. Zeg, ik heb eigenlijk nooit gewijd dat jij zo goed koken kon. Nee, ja. Zie, jongen, moet je daar lekker een glaasje bier bij? Heel erg bedankt. Mag je vader ook een slokje? Ja, nee, maar hoor. Zo, je hebt jezelf al vertrokken. Ja. Zie je wel? Als jij nou maar wil, hè, ja, dan kan je het best wel. Ja. Kom. Zo. Leuk thuis komen. Ja? Ja. Smaakt het, jongen? Voortreffelijk. Ja. Proost. Santé. Lekker gaan werken vandaag? Ja, gaat best, vader. Ja? Ja, mooi ouderwets haardstelletje op de kop getikt. Koperen knopjes daar. Nou, zit het best, broertje. Er is veel vraag naar, hè? Ja, hè? Kan lekker geld van maken, hoor. Dat is handig voor je bekijken, jongen. Oh ja, ouwe. Ik heb ook nog zo'n Kom, mooie rol keukenzeil op de kop getikt. Keukenzeil? Ja, mooi voor je slaapkamer.
Zit er wel een paar gaten in, maar als ik het een beetje handig versnijd, dan merk je er niks van. Nou, dat is fijn, zeg. Zeg, moet jij niks? Dat smaakt werkelijk lekker. Ja, nee, ik... ik krijg die reet. En wie mag dat wel zijn, hè? Dat is nou, mevrouw Hiedema. Oh, zit dat zo? Nee, blijf nou zitten. Dus jij bent het zoontje van Toon. Ik heb al zoveel over je gehoord, Dickie. Blijf nou zitten en eet nou gezellig tot je genoeg hebt, jongen. Heb u dat gekookt? Ja. Dan zal het door mij niet van genoten worden. Ja, Dirk, stel je nou niet zo aan, alsjeblieft. Bemoei je niet mee. Noemt u dat koelas? Heb ik het niet gekookt zoals jij het graag lust, jongen? Nee. Hoe lust jij het dan wel graag? Zoals mijn moeder het maakte, die kon koelas koken. Ah, vuile leugenaar. Die was niet eens in staat om behoorlijk water te koken. Bemoei je niet mee, hè? Begin hier weer opnieuw. Je... Hij heeft er weer in een laai weggemoffeld. Mag ik even kijken? Hoe lang is ze nou al? Bijna 30 jaar, mevrouw. Juist. Mooie vrouw was ze wel, hè? Nou en of. Veel te mooi voor die daar. Ach, ik weet nog goed dat ze me meenam om boodschappen te doen, mevrouw. In de Kalverstraat. Was ik zo ontzettend trots op haar. Alle mannen keken alle naar haar om. Nou, zie je nou wel? Hou je kop, ouwe roddelaar. Nou, nou, Dickie, zoiets zegt geen zoon tegen zijn vader. Ach, mevrouwtje. U kent hem niet zo goed als ik hem ken. Het is zo'n vies, gemeen, kwaadaardig, boosaardig kwaadsprekertje. Dickie, of je het nou goed vindt of niet, ik ben van plan om met je vader te gaan trouwen. Ja, zo is het maar niet. En ik zal niet toestaan dat jij zulke beledigingen uitslaat waar ik bij sta. Hij is beslot je vader. Ja, nou, het is al erg genoeg, hoor, zo'n kind. Toon, hou je mond. Wat? Ik was in gesprek met Dirk, niet jij. Ja, wat? In mijn eigen huis? Toon! Hier zal ik zeggen wat ik te zeggen heb. Zolang het binnen de perken van het fatsoen blijft en anders niet. En nou hou je je verder kalm. Maar mensen, hij doet het alleen om te pesten. Hij wil jou tegen mij opjutten. Natuurlijk, dat is het. Wees toch bij zo'n man. Die jongen is aan zijn moeder gehecht. En dat vind ik een hele mooie karaktertrek van hem. Gehecht? In geen 30 jaar heeft hij een woord aan haar gewijd. Ja, gisteren zag hij zijn tante voor zijn moeder. Niet waar, tante. Ja, Velles! Lok die jongen toch niet uit zijn tent? Laat hem toch met rust. Oh, wacht even, onder een hoedje spelen. Onder één hoedje. Niks onder één hoedje. Je wel onder één hoedje spelen. Je staat me toch af te breken. Hè? Met mij is er altijd wat aan de hand. Ik zal wel weer ongelijk hebben. Ik ben hier toevallig die particulier die hier woont. Niet? Ja, alles wat ik zeg, daar wordt wat achtergezocht. Jij hebt hele lelijke dingen tegen je kind gezegd, Toon. En dat had ik niet achter je verwacht. Niet achter je gezocht. Oh, nee. Nadat ik het merk, is dat een punt in je nadeel. Oh, zo moet het die kant op. Zo, dame. Nou, ik zeg eens wat vertellen. Ik heb van mijn eerste vrouw niet dat genomen. En ik ben geen niet van plan om daar verandering in te brengen. Jij moet niet zo tegen me schreeuwen, Toon, Steve Bane. Ik zal hier schreeuwen in mijn eigen huis, zo hard en zo veel als ik wil. U is een ongemanierde vlegel. Weet u dat? Ja, dat weet ik en daar ben ik toevallig nog trots op ook. Begin erachter te komen of die andere arme jongen zijn moeder heeft nog te doormaken. Ah. Maar het zal mij niet gebeuren. Jongen. Rot, jongen, dat je bent. Theo, Theo, wat doe je nou? Theo, ga nou niet weg. Nee, doe nou niet. Het heeft geen nut dat ik hier nog langer blijf. En Theo, word nou niet kwaad. Theo, ik was een pikkertje over mijn toer heen. Dan kan ik toch ook niet helpen. We hebben zulke leuke plannetjes gemaakt. Hé? Voor Gelderland. Hé? Met een eigen huisje. Niet? Met een tuintje. Met leuke kippetjes, krielkippetjes komen voor je de stoos. Hé? Weet je niet, dat geef je toch niet op voor zo'n klein ruzietje. Hé, Theo? Het was niet fijn wat je zei, Toon. Nou ja, maar ik kon er niks aan doen. Ik was een beetje over mijn toer heen. Hé? Als je het eerlijk meent. Ja, natuurlijk meen ik het. Vraag hem maar, Santero. Ja, mag ik? Zo dan. Tuurlijk meende ik het niet. Hij is niet? Wel, nee. Je weet er niks in de hand. Wel, nee. Wel, dat van opoe met de Charleston-jurk was ook maar een lolletje van hem. Welke opoe met de Charleston-jurk? U. Wie zei dat? Hij daar ook. Vanmorgen doen we het over u hadden. Ja. Is het nou beslist noodzakelijk om zijn oude koei uit de sloot te halen?
hè? Ja. Als ik het gezicht heb, dan is het een slippie op de dom geweest, hoor. Ja, kijk eens, als je elkaar alles vergeeft, dan moet je ook weten wat je elkaar vergeeft, nietwaar? Ik bedoel, jullie zijn van plannen met elkaar te trouwen, ja. Dan moet je geen kiekeboe voor elkaar spelen, hè? Heb jij mij open met de Charles toen jullie het genoemd? Nou ja, nee, kijk, nee, ja. En als ik het gezicht heb, dan had het niet zo bedoeld geworden. Hoe had jij die Charleston opo dan wel bedoeld? Nou kijk, de kwestie is namelijk... mens mag toch niet zo'n drukte dat ze je opo met de Charleston jurk noemen? Als je jouw leeftijd in bereikt, dan laat je dat toch koud? Ik zou niet graag willen dat jij je later aan mij verkocht zou voelen. Jongen, wat heb jij lange tenen, zeg? Heb jij gauw op je teentjes getrapt? En vooral op jouw leeftijd. Precies hetzelfde liedje als de net op mijn leeftijd. Ja, als ik nou helemaal niks meer kan zeggen, het wordt altijd verkeerd opgevat, kan ik veel beter mijn waffel houden. Dat lijkt me een uitstekend idee. Oh, moet het die kant op? Haha, high by is troef. Nou, daar zet ik nou echt niet op te wachten, hoor, juffrouw. Echt niet, hoor. Dat heb ik nog nooit geduld. En dat zal ik nooit dulden ook. Ja, mag ik u beleefd maar dringend verzoeken om hem mijn verlovingsring terug te geven? Met plezier. Zo'n slag moet je pakken, vader. Ja. Ja, en hoe moet dat met die eerste aanbetaling van het huis in Gelderland? Voor zover ik weet, had ik dat betaald. Ja, dat is zo. Ik leef met jou mee, Gent. Ik beklaag je. Samen te moeten wonen in één huis. Ja. Met zo'n individu. Oh ja. Nou, hij heeft het hier beter dan hij bij jou ooit gaat, zou je hoor. Hij mag tenminste hier zeggen wat hij op zijn hart heeft. Ja, en daar is het gat voor de deur. En ga er nou maar uit. Ik kom er wel uit. Ja, nou, dat is dan heel gelukkig voor je, want ik laat je er niet uit. Van wel, Dirk. Voor jou heb ik altijd een warm plekje in mijn hart. Ja. Ga dan maar naar je snoeptroep. Ik weet niet wat mij bezielt. Trouwen. Ja. Met zo'n ordinaire voddenbas. Ordinaire? Ja, dit... Tekkeltje niet aan, vader. Tekkeltje niet aan. Dan ben je mooi ontsnapt, ouwe. Kom tot jezelf. Ga zitten. Maar dit is toch te gek, hè? Stel je nou voor, ouwe, je hele leven opgeschreven met zoiets. Ja, maar ik had het direct al in de gaten. Bij de eerste kennismaking al. Ja. Weet je wat die mij voor aangezien, hè? Voor een of andere grote zul, weet je dat? Ja, zo zijn ze. Ja, nou, jullie heb ik je niet met je spelen, zeg. Proost, ouwe. Ja. Zo. Jongen. Ik heb eens naar je zitten kijken, zeg, toen je net bezig was. Maar man, wat heb jij er de mantel uitgepreekt. Ja, jongen, je moet ze wijd uit te pakken, hè. Niet over je laten lopen. Oh, lig nu. Was je Dirk? Valk. Ik kan me helemaal niet meer herinneren dat ik iets gezegd heb van opoe met een Charleston-jurk. Waar dacht je nu? Hey. Bestaat het, hè? Nou, ik herinner me er niks van. Ik zou het toch een eet op hebben durven doen. Ja? Zou ik het misschien dan toch nog verkeerd verstaan hebben? Oh ja, ouwe, had ze nog voor een toetje gezorgd, opo Hiddema? Oh ja. Griet maar met bessensap. Haal ik het even voor je, hè? Ja. En herinneren. Opo met een Charlestonje. Ze was trouwens toch iets wat. Ik wou morgen dat je zo de nieuwbouw van Zuid gaan rijden, ouwe. Ja, dat oude is handig bekijken. Ik kan best wat anders zien, hoor. Ja, het paard valt de laatste tijd als een kiwi. Frida, oh ja, gewis. Ja, niks gaan lasten met haar, hoor. Nee. Zeg, ik denk dat het door die nieuwe veekoekjes komt die ze nog vreten krijgt. Nee, ga dan maar weer uitsteken. Ja. Ouwe, dat is waar ook. Moet je eens verraaien waar ik nou vanmiddag tegen aanlief, zeg. Hmm. Van mooie, moderne, schuimrubber matrasjes. Hmm. 3 tientjes. Dat en dan wou ik er een stelletje voor je kopen, of tenminste een stelletje 1. Want, kijk, zo. Het bed wat je nou hebt is ook niks meer, hè? Zo'n vlooie bunker, zeg. Nee. En nou je toch in huis blijft, ik bedoel, ik wil toch wel graag dat je lekker zacht legt, niet terwijl je slaapt. Wil je een beetje sap? Zo. Nou, vind ik fijn gedacht van je, jongen. Vind je? He? Je hebt het toch gezellig hebben met z'n tweeën. Ja. Hé, Dirk. Pardon? Heb jij gelet op dat verkeer?
Figuur van wie? Of hoe heet de bal? Zo'n figuur! Nou, stel je voor dat je... En zulke voeten, hoor. En stel je voor dat je daar een trap voor krijgt. Nou, dan lig je zoveel pampen, zo. Is een kookplek? Thank you.